Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Twee Klote Violen spelen, Tears of the Kingdom. Ja. Ik ben nog bezig met de Shrine. Harm heeft vorige aflevering een Shrine afgemaakt. Dus nu is het voor mij even dit afdoen en dan kan ik zo meteen beginnen met de Dungeon. Ik vind het wel leuk dat we allebei met iets anders gaan beginnen. Ja. Alles bezig zijn bedoel ik eigenlijk meer. Mm. Maar ja, dat... Met uitzondering van een paar keer, meer dan van de tijd focus ik ook meer op de zonai dingen en ondergronds. En focus jij meer dingen op de uitkijktorens. Ja, maar ik ben nu klaar met de uitkijktorens natuurlijk, dus... Uh-huh. Zo. Van het miasma dat de grond bedekt kom je niet af. Fysiek, vuur, water, niks gaat je helpen tegen de miasma. Oké, Toerin, waar zit je te kloten? Daar zit je te kloten. Ja, ik heb het gefixt, ja. Ja, dat ben ik. Ja, drink. Linky Pinky. Jona, beschermer van de Zora's. Ja. Je hebt een paar nieuwe characters. Ik skip door de tekst heen, want fuck de tekst. Het is gewoon duidelijk. Ik nu ook daar naar boven, krijg de tering. Ja, klimmen en klimmen zal je. Tyfus. Niet zeuren. Klim. Het standbeeld onder het slijk, voltooid. De Zidon van het Zora Palais. Ja. Even kijken. Zeg dat er een weg erboven is, alsjeblieft. Ja. Die weg heet jouw twee handen. Zo. Nou, ik gok dat deze kant op moet. Oh, erg. Mm. Hoeveel van het slijk zit hier? Veel. Jezus, what the fuck kom ik daar boven gek? Ah, waterval. Nou, gewoon de weg volgen, dan moeten we goed komen, denk ik. Mm-hmm. Even kijken, heb ik nog iets wat in de fik kan? Heb ik nog iets wat in de fik kan? Ja, dit kan in de fik. Het doet alleen niks. Nee, dan moet ik ook geen, robijnen meer gebruiken, want ik ben door mijn robijnen heen. Robijn doet de was bij. Een van de minder storende reclames, ja. Ik vond die van met Shield Deal vond ik legendarisch. Mm. Ja, tenminste een stuk beter dan die van Chantal Jansen. Want daar vraag ik er ook af van, jongens, waarom doen jullie dit jezelf aan? Dat. Even kijken. Nou. Oké. Nee. Domme. Wat? Nou, fuck it. Gewoon ten aarde crashen. Zo. Nee, ik vind het ook mooi dat de... Ja, wat wil je zeggen? Ik ging net verkeerd. Ik dacht van, oké, ik kan er net bovenal gaan, maar ik ging net onder het plateau door. Dus dan denk ik, weet je wat, dan crash ik maar ten aarde. Dan heb ik tenminste een checkpoint. Ik ben gewoon dood. Door? Een wish rope. Elektrische pijlenaanval. Oh. Ja, dat is niet zo handig. Echt. Staat er te veel wind? Is dat het? Want ik wil kijken of je dit kunt cheesen. Maar als ik het kan cheesen, ga ik het ook cheesen. Fuck. En zo te zien lukt me dit ook nog aardig. Geef mij maar een wishroep uit de windweken. Ja, die zijn minder erg, hè. Wat een kaleren dingen zijn dit, zeg. Ontdekt. Grot. Even kijken, oh daar is hij. Fucking regen. Ja. Wil je slip resistance, dan moet je een hele sidequest gaan doen. Nou, dat asset en decent, dat werkt ook niet overal. Heeft dit ding nou mijn... Ja, dit ding heeft nou gewoon letterlijk mijn... bike kapot gemaakt. Dat is niet netjes. Hechten. Nu moet ik weer iets anders gaan maken. Nou ja. Zo. Een oude kaart. Nou, dat is mooi, een oude kaart. Oh. Dat is praktisch. Ik heb een oude kaart gevonden. Wat staat er? Ja, de schat heb je al gevonden. Oké. Voor gegeven voor de moeite. Dat. Even kijken. Hoe hoog moet ik nog? Pittig hoog. Dat hele stuk ga ik niet halen met één poging. Daarvoor heb ik een extra batterij nodig. En ik denk eerlijk gezegd een hele batterij rijden. Ja, jezus. Ik word ook moe van dat Link niet kan zwemmen. Ah, shit. Ja, word je daar moe van? Ja. Of is de stroming te sterk? Nee, het regent, dus je kan niet goed klimmen. Dat is ook gewoon kut. Zo. Maar de vraag is, kom ik er nu wel in één keer? Want ik ben nu wel door mijn zonai heen. Ik moet bouwen. Waarom kan ik niet hier omhoog? Omdat het niet kan. Waarom niet? Geen idee, je kan het gewoon niet. Ik zit daar weer in. Twente, je kan het. Schiet die wal. Jammer joh. Nou, voetbal is er ook nog op. Ja, het begint eindelijk weer een beetje. Hm. Dus binnenkort is ook weer met Milan van, ja sorry ik kan niet want AZ speelt. Nou, dat gaat nog wel even duren, maar okay. Nou, dat zeg ik wel, maar volgens mij begint volgende week de competitie weer. Ja, volgende week is Milan er niet, dus dat maakt niet uit. Oh, is dit een freebie? Dit is een freebie. Freebie is altijd goed. Ja, van loop de tempel maar in. Hier heb je een grote zonanium energiebol. Hier heb je een lichtbol. Nu oprotten. Mooi. Zo. Maar ja, nu is het jammer. Mijn zonai device is nu weg. Dus nu moet ik het op de normale manier naar boven. Welkom op mijn manier. Welkom op mijn, ja. Welkom in mijn leven. Mm-hmm. Ik vind mijn leven dan nog steeds leuker. Gewoon met een bike 60% van de game even skippen. Hè, je kan het wel. Ik kan nu wel door het ding heen. Gelukkig. Ik zit te klimmen. Ja, zoals dit is te klimmen. Zo. Ja, lekker ouderwets klimmen, hè? Hm? Lekker ouderwets klimmen. Ja. In deze game wel, ja. Zo. Even kijken. Allee, hoppakee. Het is gewoon met de stroming mee naar boven gelanceerd te worden. En dan ben ik er nog niet. Dit is een flink stukje. Nee. Fuck. En meneer mag het hele stuk opnieuw klimmen. Ja. Mm-hmm. Allee, op. Je weet dat je op je minimap kan zien wat je X, Y en Z coördinaten zijn, ja. Hè? Mijn Z-coördinaat is momenteel 2120. In de lucht dus? In de lucht, ja. Lekker. Ik zit op 331. Ja. Nou, tijd voor de windtempel. Hij zit met de windtempel, ik ga de watertempel doen. Dat is ongeveer grappig. Ja. Wee! ben ik nu onderweg, terwijl dit gewoon waarschijnlijk een iets is wat je gewoon kan doen. Mm-hmm. Normaal lopend of zo, weet je. Ja. Hallo Zelda. Zelda? Ja, ieder probleem in deze game ontstaat door Zelda. En nu is de vraag, waardoor ontstaat het door Zelda? Goeie vraag. That's the $1 million question. Ja. Ik zeg Ganon. Komt allemaal door Ganon. Jezus. Nou, ik ben bijna boven. Mooi. Oké, dat is dus de bedoeling. Open alle sleutels. Jammer joh, Twente. Kansloos. Dat is een woord dat ik lang niet meer heb gehoord. Dappere telg. Dappere watte? Telg. Telg. Klein jong. Ja, weet ik. Telg. Opnieuw, de Nederlandse taal is verschrikkelijk. Verloederd. Ja. Nou. Even kijken, heb ik nog een schild? Ik ga binnenkort lekker pepsomma koken. Ja? Mijn god, het is gewoon niet doorheen te komen. Mhm. Dus even kijken. Heb ik nog iets onpraktisch? Ja, dat kan wel weg. Zo, hè? Ben ik boven? Oh, er zit gelukkig een tempel daar. Een shrine. Mm-hmm. Fucking hell. Het Mifa Park. Godsamme. Nou, ik ga eerst even de shrine doen. Dan heb ik in ieder geval warpoint. Flikker op. Is er een looppad? Er is een looppad. Krijg de tering. Echt? Godverdomme. Oh mijn god. Ja. Dat moet je ook allemaal... Oh, die is ook lekker... Dan moet je ook allemaal weten, hè, dat daar een pad zit. Maar echt. De game geeft het namelijk niet aan. Nee. Ach ja, ieder zijn ding. Mm-hmm. En ik ben weer te slim. Ik ben weer te slim voor de game. Lekker. Ik wil de plek in waar ze de kogels uitschieten voor een kanon. Ja. Maar daar kan je niet in. Wat weer heel erg spijtig is. De onderkant. Maar dan is de vraag, waar is de onderkant? En hoe kom je in de onderkant? Dat is ook nog een goeie. Eens even kijken, wat hebben we? Even kijken. Lekker. Zo. Gaat die open. zo een hele lange hefboom maken. Een hendeltje van 10 centimeter. Wat doe ik? Ik plak er even een 3 meter lange ijspegel in. Lekker. Nou, kom op, Toerin. Hoe de fuck... Zo. Nou. Dat was één slot. Wat? Hoe je bepaalde dingen moet doen? Huh? Wat vraag jij je af? Nou... Gekut. Het is Zelda, dus ja. Ja, fair enough. Een opaal. Dat is hartstikke mooi, een opaal. Ik weet alleen niet wat ik ermee moet. Aha. Ze geven hier nu wel genoeg pijlen. Hoeveel heb jij er dan? 91. Netjes. Ja, de game is opeens van, weet je wat, we geven je op in iedere chest en iedere ding wat wij kunnen vinden, geven we je even een pijl. Ja, op die manier. Zo. Hier is dus niks. Alhoewel ik object dungeons, zoals bijvoorbeeld een huis of in dit geval een groot schip, heel erg leuk vind als een dungeon idee. Het is soms zo onduidelijk van waar je naartoe moet. Zo. Eens even kijken. Mooi, ik heb de overkant gehaald met de bal. Mooi. Ik heb hem misschien niet gehaald hoe die moet, maar ik heb hem gehaald. Ja, dat maakt niet uit. Je hebt hem gehaald. Bam. Zo. Hoppa. Padadam, papadabam. Lichtbol verzameld. Ik heb er weer 4. Mooi. Oké. Okay. Dit was mooi. Je hebt een schip. Je hebt een bovenkant en een onderkant. Ik denk van oké, 50-50. Is de bovenkant of is de onderkant? Ja. Ik dacht van oké, ik begin met de onderkant. Was de bovenkant. Shit. Ja. Nou, daar gaan we dan. Cutscene tijd. Is het audio? Ja, het is audio. Eindelijk een audio cutscene, dat is lang geleden. Mhm. Prins der Zora's, Zidon, Zidon. Zo, oké. Dat was het, hij geeft 2 zinnen. Dan is het weer tekst. Ja. Yep. Niet te veel van verwachten. Je krijgt een basic ding en daarmee moet je het doen. Ja, precies, dacht ik al. En dat is voor iedere tempel hetzelfde hoor. Oké, zo'n nanium schild. Deze stond al aan. Zo. Even kijken. Ja. Dit is niks. Ja, hier zit geen... Nou ja, wacht even. Het kan zijn dat dit iets is. Het is een chest, maar... Niks praktisch. Gewoon weer 10 pijlen. Zo. Waar de fuck is Toto meer dan? In Afrika. Ja, ik dacht dat hij zoiets zou zeggen. Ja. Ja, sorry, sommige dingen zijn te makkelijk, hè. Dat is te glad. Oké, waar is hier een boot? Oké, doen we dit. Doen we dit. En zo komen wij boven. Hup. Ali. Hup. Zo, even kijken, is niks. Oké. Toerin. Kom eens hier. Nou, we hebben er 2 van de 5. Ja, Toerin, we gaan al. Even kijken. Zo. Een slagzwaard. Je kan merken dat dit de eerste dungeon is. Wat dan? Ze geven je wapens met 14 damage. Lekker. Even voor het idee... Ik heb al wapens met 30 plus damage. Ja, daarom. Ja, waarschijnlijk ben ik nu met een dungeon bezig die veel later is. Ja. Zekers. Te weten. Oké, kan ik hier iets mee? Dat is de vraag. Ja, dan kom ik hieruit. Oké. Oké, het is ook alweer tijd. Dus tenzij je met iets specifieks bezig bent, is het klaar. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Later.